Hij moet de winkel daarna even laten voor wat hij is en zich klaarmaken voor een volgende uitdaging. Olcay heeft voor hem een afspraak geregeld bij personal business coach Martijn, die aan zijn zelfverzekerdheid gaat werken. Volgens hem zou het kunnen dat Rob zijn probleem met zijn zelfvertrouwen al in zijn jeugd is ontstaan. Hier gaan ze proberen achter te komen door gekleurde matjes symbool te laten zijn voor familieleden. Kees, Klaas, ik ben dit. Ik ben dit. Wat ik ga doen, ik ga nu op die matjes staan. En dan begin ik even bij je moeder. Ja? En dan ga ik eens voelen wat ik daar voel en dan kijk maar eens wat er bij jou gebeurt als ik daar op ga staan. Pak je hem niet? Nee, ik pak hem niet. Kan je in mij je moeder zien? Dat weet je niet. Okay. Nee, dat is een lastige. Die fantasie heb ik niet. Nee, die fantasie heb je niet. Oké, dan stap ik hier even uit. Wat ik namelijk voel is dat daar wel een lijn. Ineens blijkt er nog veel onverwerkt verdriet van zijn overleden broer te zitten. Want hoe is het met jou en Kees? Kees is natuurlijk overleden. Ja. Dan ga ik even op Kees' plek staan. Wat gebeurt er dan bij hem? Ja, dat is natuurlijk. Dat is een einde 50 jaar. Het is confronterend. Ja, vreemd is dat het kan. Naar een einde dat je die gevoelens nog hebt. Ja. Naar een einde 50 jaar. Want hoe is het met jou en je vader? Ga ik even op je plek van je vader staan. Vader was een prima kerel. Maar voel eens eventjes hier, als ik zo hier sta. Hij was meer met zichzelf bezig. Dus het is een hele lieve man, een hele goede man. Mag ik een beweging maken met vader? Want vader die heeft zoiets van, je staat allemaal te wauwelen hier. Ja, uiteindelijk ben je een hele dominante man eigenlijk altijd in je hele leven geweest. Ja, af en toe was je een goede man, maar af en toe was je een klootzak. Eigenlijk. Weet je wel, iedere keer. Kan je dit toelaten? Want wat ik eigenlijk nu voel, is ik voel meer liefde voor jou. Die ik eigenlijk nooit zo getoond heb. Want ik was inderdaad, weet je, ik sloop mijn gevoelens af. Dat had je jaren eerder moeten doen. Toen ik het echt nodig had. En ik heb het nu nog nodig. Ja. Weet je wel, maar nu heb ik mijn eigen kinderen. Ben je boos? Ja, man is zoals hij is. Ja, je bent boos, hè? Natuurlijk ben ik wel boos. Ja. Natuurlijk ben ik boos. Ik laat het wel even liggen. Maar wat ik met je wil doen, is een techniek waarin je kan loslaten. Dat is belangrijk, ja. En dan gaan we even weer zitten. Ja, oké. Na een lange sessie leert Martijn aan Rob hoe hij kan uitzoomen en hij zichzelf van een afstandje leert bekijken. Ja, we gaan een stapje verder. Waarnemer. Die de waarnemer waarneemt. En als je nou nog de waarnemer bent die de waarnemer van de waarnemer waarneemt? Nou ja. Voel je dan? Nou, voel ik. Ik ben een beetje teleurgesteld in mezelf. Kan je dan weer contact maken met die waarnemer van die waarnemer? Die gewoon hier ziet, die man met dat jasje aan, met die teleurstelling, met wat gedachtes. Ja, ik heb hem. Oké. Zou je vanaf daar zou je die teleurstelling los kunnen laten? Zou je dat kunnen? Ja. Oké, zou je het ook willen loslaten, die teleurstelling? Natuurlijk. Ja, maar dat is die waarnemer van die waarnemer. Ja, die. Die kan alles loslaten. Ja, die kan alles loslaten. En die staat natuurlijk mij een beetje waar te nemen. Die denkt bij zijn. Lekker belangrijk. Lekker belangrijk, ja. Het wordt toch goed. Ja. Zou je dan nu de liefde van je vader kunnen toelaten? Ja. Oké, zullen we dan weer gaan staan? Ja. Nou, dan hoeven we niet alle matjes neer te leggen, want dan ben ik gewoon je vader. Ja. En dan ga ik eigenlijk weer een beetje hier staan. Jij bent gewoon jezelf, dat is makkelijk. Of nou ja. Ik ben de waarnemer van de man. Ja, je bent de waarnemer. Maar je bent ook een lijf hier op aarde. Ja. Daar staat, dan ben je. Ik ben even in die. Ja, ga maar even in die, want die kan er wat loslaten. Even in die rol moet ik wijzen dat ik op mezelf neerkijk. Ja. Dat is het eigenlijk. En ik denk bij mij, pa, waar maak ik me druk op? Oké, dus dan zegt pa, dan kom ik nog een stapje dichterbij. Nee, kom op. Nee, dat is het. Dit is ook zo. Het voelt heel erg fijn. En het is gewoon jammer dat ik dat jaren geleden niet heb gedaan. Eigenlijk. Ja, toen zat ik heel erg in mezelf, kwaad op mezelf. Met alles.
En nu heb ik dit gedaan. Ja, dat is gewoon heel erg. Echt een bevrijding. Echt een bevrijding.